Hey, ik ben Thomas van River Cleanup en ik sta hier in het hartje van Brussel. Want ik ga hier straks met Charlotte en Ilia van de Leize een 10-minute cleanup doen. De Leize werkt sinds 2019 samen met River Cleanup, een Belgische organisatie die zich inzet voor het opruimen van zwerfvuil in de rivieren en op hun oevers. Want elk jaar komt er namelijk 11 miljard kilogram plastic in onze oceanen en een groot deel komt daar via rivieren. Ce partenariat avec River Cleanup s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de durabilité. Nous voulons moins de plastique. Nos emballages sont avec des matériaux qui sont recyclables. Nous utilisons des matériaux recyclés dans nos emballages pour être vraiment circulaires. Et depuis 2019, nous avons enlevé 3000 tonnes de plastique de nos emballages de marque propre. Vele goede stappen, Charlotte. Maar jammer genoeg belandt er ieder jaar nog 3 tot 5% van alle plastic in onze rivieren en oceanen. Dit jaar willen we in België 10.000 kilogram plastic opruimen. Dat is heel wat. En daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Help de Leize om het verschil te maken. Houd de kalender van River Cleanup in het oog en schrijf je in voor een van hun toekomstige acties. De eerstvolgende is gepland op 5 juni. Hopelijk zien we je daar.